Wat ben ik eigenlijk kom aan het doen hier? Ja! Die deur die gaat dicht. Ja, lekker. Howdy. Kijk eens, drie hele grote ballers. Wensen, hartelijk welkom. Hey. Ja. Bij KPN Ultimate Speedtest, waar wij via de Xbox Game Pass Ultimate Games gaan streamen en daar allemaal lijpe challenges mee gaan doen. Erg leuk dat je het ongekend. Ik ben zo enthousiast. Ja, nice. Mattie, hoi. Hoi, bos heb je aan, chef. Ja, dat is onkruid, weet je. Dat, sick. Heb je daar wat olie voor? Baardolie? Ik heb zeker wat olie voor jou. Ja, lekker man. Dat doen we na de opname zelf. Mensen, hartelijk welkom bij deze video. Blauw hebben ze top. Vergeet niet om te abonneren hier op dit kanaal. Want wij hebben eigenlijk het hele jaar al hele leuke video's voor jullie. En die willen jullie niet missen. En één daarvan is deze KPN Speedtest. Ik heb vandaag de opdracht gekregen om een leuke eerste challenge te verzinnen. Hoe scherp. En ik ben natuurlijk iemand die deuren opent voor iedereen. Ik geef iedereen kansen, mogelijkheden. En zo help ik de maatschappij beetje bij beetje omhoog. En wij gaan vandaag dat doen, maar dan in games. Jullie mogen verschillende games uit de library kiezen. Meer dan 100. Honderden games tot jullie beschikking. Nou precies, dit zijn echt de goede special effects die we nodig hebben. En jullie moeten in drie verschillende games door een deur gaan. Door een deur wat? Gaan. Door een deur gaan. Oh. Een deur. Een deur. Een deur. Ligt er ook aan wat voor deur? Mag een glazen deur ook? Gaat het om een... Ja. Een glazen deur mag ook. Dit is een beetje vrij voor interpretatie. Er is één regel. Ja. Ik ben de jury. Ik bepaal alles. Hey, niet als stuk of gluur. Ik was gewoon even administratie. Ja, je kent hem goed. Dus, mag ik ook? Maar drie, dus drie, de één deur één en dan nog een keer een andere. Moeten drie verschillende games zijn. Okay. Ja. Door een deur. Ja, we hebben het getest bij een panel van kinderen van 5. En die snapt het allemaal. Okay. Ik weet niet waarom er zoveel vragen hier over zijn. Wij willen de diepte in. Wat voor deur? Wat moet de deur? Maakt de kwaliteit ook uit. Laten we beginnen met het platform. Dat het is niet zo ingewikkeld. Het is niet... Aha! Het is een metafoor voor... Een nieuw leven, een bevalling. Nee, dat nou, is een soort van deur. Gewoon een deur ook. Maar een deur, een deur. Maar de deur moet dus open kunnen en dan... We gaan aftellen. Jullie mogen je game straks opstarten. In 5, in 4, 3, 2, 1. Scrollen! Shit. De deuren mogen geopend worden. Zoek ik zit al in een game. Dit is zeker. Dit is, ik heb een goeie. Okay, ik heb een goeie. De buurman, man. Thanks, man. Thanks voor die tip. Nice. Nee, maar dat is, heb je hem gehoord? Een rookgordijn. Hij gaat Formule 1 spelen. Daar heb je ook deuren. Kijk eens, ik heb gewoon... Het intro-scherm heeft een deur. Hé, niet kijken! Niet kijken! Wat is dat dan? Ik ben er nog niet doorheen. Hij zegt, kijk, dit intro-scherm heeft een deur. Ik zie een deur. Ja, nu moet je er doorheen. Het is niet zo dat je de deur open hoeft te doen als de deur... Post, is ook deurpost. Genoeg. Ja, dat wist je wel niet. Nee, een deur is wel... Je kan toch niet door een deur heen? Je doet toch de deur open en dan ga je door de deurpost heen? Ja, maar als de deurpost geen deur is... Nee, dan is een deurpost... Nou, dat vind ik wel... Ja, maar dat is geen deur. Ik ken er van 5, die snap echt alles. Dit zijn van die mentale kwesties die jullie allemaal opwerpen... die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Want het is gewoon... Accepteer het. Nee. Zo moeilijk is het niet. Hou maar eens even je mond, maar ik kan niet focussen. Oké. Okay. Heb je alle? Ja, roe, ja. Kijk eens. Hey, kijk waar we beginnen. Kijk eens. En... Oh, dat moet even... Oh, X is dat. Ja, dat is de eerste binnen. Ja, gaan we even nog een keer terug. Opsa, wat is dat voor? Die heeft een deur gehad. Ga je meteen uit deze game? Verdomde buurman. Hey, zullen we anders doen als iemand in game heeft gedaan dat je die game niet mag gebruiken? Dat vind ik heel goed. Vliegtuigdeur? Ja, dit vind ik officieel een deur. Dit is wel een hele mooie deur. Welke game heeft hij gedaan die ik niet meer mag doen? Dat is wel echt een zelf achterkomen. 1-1. Let's go. Wacht. Nog niet opnoemen. Oh, kut. Geef me even 2 minuten. 2 minuten. Oh nee. Kijk, zie je hem? Zo. Een verlaten eiland. Oh, daar heb je vast heel veel deuren. Dit is een goeie. Mijn schip heeft een deur. Dit is een goeie. Die pirate game. Ik heb een goeie game. Ja. Shit, ik ben eigenlijk aan het twijfelen of ik wel überhaupt een deur heb op dat schip. Ik ben de moeilijkste niet, maar er moet wel echt een deur zijn. Ja. Een deur, toch? Ja. Ik ben wel blij dat jullie niet zo goed hierin zijn. Dan kan ik gewoon rustig kijken. Hoe kom ik hierop, joh? Ik ben niet goed met controles. X? Oh, zo. Limelada. Oh, is daar iets... Kom op. Dit is... Dit is toch een deur? Hier! Ik ga daarheen. Kut!
Ik kan er niet doorheen. Die kan niet geopend worden. Oh! Je hebt dezelfde als ik had. Ik ben ook eentje aan het opstarten. Dit moet hem zijn. Ik weet een ander level. Ja. Heb je nou helemaal wat opgestart en het heeft geen deur? Nee. Want die heeft al weer een nieuwe game. Ik heb een goede, ik heb een hele goede game, zeker. Ik begin je ook gewoon voor een deur. Mag je dezelfde games doen als de andere? Nee. Je kan het proberen, maar ik weet niet of je dan punten gaat krijgen. Zo, dit is bij de hand hoor. Dit. Nee, ik ga dit proberen. Het is wel gewaagd, maar ik ga het proberen. Maar wat, leg eens even je outfit uit, want dit is wel... Nee, ik kom uit de Jungle Boys, weet je? Die Game Pass Ultimate, die kan je overal spelen. En wij zitten elke aflevering, verplaatsen we de hele studio, dat totaal niet de videobewerking is. Die verplaatsen we naar een andere locatie en daar gaan we dan gamen. Sick. Dus ik heb net met een kapmes hier doorheen gebonjourd. Ja, hoe dit niet met broekie is gekomen, dat weet ik natuurlijk ook weer niet. Mag ik het aanraken? In de jungle hebben ze geen deuren, toch? Trek er maar uit. Ja. Het is wel hard. Kijk, ik heb zoveel deuren in mijn opening. Dit zijn geen deuren. Heet het spel toevallig ook door? Dit zijn zeker geen deuren. Nee, maar een ziekenhuis heeft wel... Ja, maar we mogen die game niet spelen. Nee. Like a surgeon! Ik ga echt een heel vet spel spelen en ik ga meteen door een deur. Heb je al een punt, of niet? Ja. Komt hij nu, bijna. Okay. Ik maak het even moeilijker voor jullie. Ik maak het even moeilijk voor je, rustig. Dat ben je aan het opstarten? Oh nee, wacht, je bent nog steeds erin. Nu heb ik 100%. Ben je dan op een ander level? Ja, kijk die deur. Zo. Kijk, dit is een deur, man. Dit is een ongelofelijke, dikke, vette deur. Ik zal nog even één keer laten zien. Kijk dit. 1. Kan je er doorheen? Nee, zit hier. Kut, zo moet ik het ook weer doen. Lekker voor je. Wat is dit? Wat speel jij? Surgeon Simulator, man. Oh shit, dat is Het ziet er wel naar uit alsof je een deur kan gaan openen. Oh nee. Er zijn zoveel games in deze Game Pass. Ja, die deur was wel open. Je moest nog een keer. Doorheen moest je nog een keer met dat handje zo. Ik ben net een spel aan dit is 2 punten. De perfecte uitvoering. Boys, je kan heel rustig naar die laatste game gaan zoeken. Een hele makkelijke deur voor Mattie. 2-1-1. Ik ben ook... Kut, ik ga zoeken naar jij maar die besluit even de hele Star Wars trilogie te kijken. Ja, maar het veel te lang, die hele intro. Denk je dat ik sneller ben met een nieuwe game zoeken? Of dat ik beter dit kan afleggen? Deze moet een deur hebben. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar de cutscene nu. Ja, ik zie dit is wel. Je ziet deuren op de cover staan. Dat zou best wel kunnen zijn. Cutscene, dit ziet er niet goed uit. Ken je die games ook allemaal, Matt? Want ja, ik heb deze Xbox Game Pass Ultimate zelf ook. Dus ik ken al deze games. Zo. Ik zou kiezen, want ik ga niet een verkeerde keuze maken. Ik denk dat FIFA Piñata dat daar geen deur op zit. Matty, je gaat veel te snel, man. Ja, die walkout deur. Matty, geef ons even een beetje tijd. Ik ben gewoon aan het kijken. Ik kan wel even een potje Tetris toch tussendoor doen. Je dat niet erg vindt. Hij gaat nu bluffen, hè? Gaat hij nu bluffen? Jeremy, heb je een bakje popcorn? Ja, ik ben aan het chillen. Ja, echt. Ik wou wel ook meekijken, want ik vind het een toffe game. Hey, dit is wel sick. Ja, ik dacht, weet je, nog nooit gespeeld. Ik kan me nu toch zo snel opstarten. Matty, blijf jij eens even kijken, joh. Komt helemaal goed. Ja, want alle games die jullie spelen, die hoef je dus niet te downloaden, omdat je ze streamt met je Xbox Game Pass Ultimate. Ja, dus wanneer je wil, telefoontje dan ook, telefoontje. Echt? Ja, kan je ze allemaal spelen. Allemaal zo'n vette deur door, komt die, hè? Gewoon met de controletje eraan. Ja, die aan je ding kan knekken. Zo, bam. Bim bam boem. Een deur. Ik zag er een deur. Ja. Mag ik weten wat hij speelt? Outlast 2. Ik ga ook door een deur, hoor. Wacht maar. Outlast, ja. Deze is ook geen Outlast. Hé, jongen, ik speel Outlast. Kom kijken. Kom helemaal hierheen even op en kijken. Ik word hier voor de gek gehouden. Oh, Jeremy, dit ziet er wel uit alsof een ding met weinig deuren. Ja, dat ziet er inderdaad uit. Jeremy, hier zitten zeker geen deuren in. Je zit op een ruimteschip. Ik zit inderdaad op een ruimteschip. Nieuwe cutscene. Wat leuk. Een cutscene. Oh, wat een drama. Ik dacht echt, weet je, je komt ergens in een... story mode en dan is toch wel ergens een deur of zo. Ja. Je denkt, ik start een spel op met een open wereld gewoon waar alles gewoon buiten is. Ja, dat is geen deur. Kom op, man, dat is een hek wat bij elkaar is gegeven. Hij is Donkey Kong aan het spelen. Goed, met die deur! Dat zou misschien nog wel een deur zijn, alleen je kan er niet heen. Zo kan ik hier nou weer niet omhoog? Maar dan moet ik een hele helikoptervlucht afmaken, what the fuck? Ja, dit is vet. Nee, ik ben ook blij dat jullie ook zo enthousiast zijn als ik. Vergeet de challenge, ik ga gewoon naar zijn gameplay kijken. Welkom bij deze game. Dat was helemaal niet de bedoeling. Waarom moest ik daar niet? Nee, ik ben geen game man. Ik ook niet. Je hoeft geen games te laten met cloud gaming. Ik voel wel echt dat er straks een deur aankomt, hoor. Ja, er komt sowieso een deur aan. Ik blijf dit ook gewoon spelen totdat er nu een deur is. Telt dit of niet? Telt niet zeker, hè? Het is geen deur.
Nee, dit is meer een open... Dit is een deurpost. Als hij dicht gaat, dan wel. Schiet nou maar... op, man. Is hier... Dit... Ja, ja! Nee, dit is geen deur. Mag even met er doorheen gaan. Ik wil op zijn minst nee, deze deur. Nee, dit is geen deur. Dit hele gebouw heeft geen deuren. Alleen maar deurposten. Maar kan je hem niet dicht doen? Nee, dit is geen deur. Toch? Maar je kan daar iets met die grote... Waarom geef je hem nou weer tips? Ik ben gewoon benieuwd naar ja, deze hij is game. Gewoon, ja, nee, wij spelen gewoon onder één hoedje. Dit hele gebouw heeft deuren zonder deuren. Hoe zult hier... Heb je al een deur gevonden? Nee, ik heb nog geen deur. Maar je bent wel gaan even lekker spelen. Ja, ik ben wel... Ja, maar ik ga een deur vinden. Ik ben nu... Hey, deze game is niks. Deze game ga ik afsluiten. Deuren zonder deuren. Wat is er nou een wereld waar we in terecht zijn gekomen? Als je me kan laten zien dat hij dan ook sluit... Maar dat die er gewoon open staat, oké, maar dat was gewoon een gat in het muur. Ik weet niet waarom op ik nu sommige hier sommige mensen onder... is dat een deur, hè? Een glory hole noem ik dat al. Oh. Hoe ga ik hier omhoog? Wat voor games speel jij waar glory holes in zitten? Road to Glories. Hey, hoe ga ik hier omhoog? Ik nou weer tegengekomen? Disneyland Adventures, nou dat lijkt me wel leuk, hè? Nou, als je door die poort van die Disneyland gaat, dan vind ik dat een deur. Hier, een deur. Vind je dit een deur? Maar je hebt de eerste twee missies al gehaald. Dit is meer een gang. Nee, hey, vieze ratten, man. Hoor je dit? Ik ben even... even dood aan het gaan. Kom op, je moet hier toch wel ergens door een deur gaan. Ik blijf nu ook gewoon door totdat ik er één vind, hoor. Dus word ik heel erg disturbed door. Ik zeg jullie één ding, start geen storyline games op. Nee, dit is... Dat is echt niet goed. Ja, jammer, man. Dus Disney Adventures 2 je toch echt... Oh ja. Komt-ie. Hier moet toch ergens een deur zijn? Ja, maar ik heb het idee dat ik ook echt heel erg ga schrikken als ik dit speel. Ik vind echt dat Pluisje gaat open, super chill. Ik vind echt dat er te weinig deuren zijn. Als ik hier doorheen ben... Ja. Fuck, hij is dicht! Hij is dicht. Kom op. Deur, dude. Begin te rennen. Oh, maar er loopt iemand voor je. Oh. Ja, ik zie het. Maar die gaat door die deur heen daar. Dat is wel leuk. Oké, als ik door die deur ga... Zo, dit is een enge game. Er zitten toch deuren in, nog? Jongen, maar dan blijft deze gang maar gaan. Ik heb het gevoel dat als daar deuren in zitten die al open geklapt zijn, dan telt het. Dan telt het. Wat als zit er iemand achter mij? Dat is altijd in deze games. Nee, deze games zijn schrikkelijk. Ja, de deuren staan open. Dus deuren staan open. Komt er een exit op? Kom op! Wat ben ik eigenlijk? Kom op! Ja! Die deur die gaat dicht. Ja, lekker uit. Oh shit! Ja, ga weg, man. Ben je dood? Ja, die deur, hij staat zo, die deur... De teringdeur gaat dicht, waar ik ervoor sta. Wat goed. Hey, ik heb zou ik wat anders doen? Of moet ik gewoon doorgrinden? Nee, je zou zeggen dat er ooit ergens een deur komt. Nee, ik weet ook gewoon niet wat ik aan het doen ben eigenlijk. Je bent een soort free running ben je aan het doen. En ik weet niet waarom. Nee, Mickey is altijd in samenlingen actie. Ja, ik ben in de dood. Ja, speedrun, let's go. Hoppa. Is dat een deur? Hey. Zo, wat een motorie. Dit is een deur, dit toch? Dit is 100% de deur, man. Ja. Nee, wacht even. Nee, dit is niet echt een deur, niet echt een deur. Hey, ben ik wel eens geweest. Ze hebben het echt nagemaakt, denk ik. Waarom slijt deze guy dit? Dat is een poort, een kasteelpoort. Dat is een deur. Kruisje voor de interactie. Ik zit vast in dit spel. Kapitein Haak gaat wat zeggen. Ja, jonge dame, het is een eer kapitein Haak te ontmoeten. Hoezo zeg je dat over jezelf? Weg hier. Ja, ik heb een deur. Heb je een deur? Knock de deur. Trap dat ding erin. Ja, rot op, kan ik alleen kloppen. Ja, kom op. Ik heb nog nooit gezien in een game dat je alleen op de deur kan kloppen. En dat die jammed is. Hier moet een deur zijn, zeg maar, man. Bij dat testpanel van die kinderen van 5, ging dat ook sneller dan nu? Nee, die waren op een gegeven moment, die zaten Disney te spelen, die waren helemaal... Oh, die zaten deze guy, dit is wel een lieve man, denk ik. Please, ga open. Nee. Ik heb het idee dat er geen deur komt. Kom op. In Disney? Ja, dit is toch een deur? Nee, dit is geen deur. Ja! Oh, die ging dicht weer. Ging weer een deur van je dicht. Open, bitch. Open. Ja! Kijk deze motherfucker! Nee. Maar dit is ook niet, jongens. Je klopt zelfs zodat je hem open doet. Ik zou er bijna bonuspunten voor geven. Dat ga ik niet doen. Maar 2-1. Ja, maar er komt hier een deur. 1, er komt hier 2. Een deur. Nou, Jeremy sluit de computer gewoon helemaal af. Die zijn helemaal klaar mee. Ik ben er echt klaar. Maar wil je nou weten hoe het afloopt met deze Let's Play van Star Wars Battlefront 98? Ja. Klik dan op het verborgen linkje in het kanaal. En dan kan je zien dat Jeremy een 5 uur durende, heel raar, Let's Play doet van Star Wars Battlefront 1998. Eén zitting. Yes. Dit wordt hem. Auw. Hey. Waarom doe je dat? Dat hoort. Dan heb ik je gezegend. Wacht, hey, dat ding komt aan als een zweef. Tering. Doe eens Mattie even daar... Fijn, je bent terug. Fleur op. Zo, jij gaat eraan zo. Basic tutorial. Oh, winkel, jij hebt voor interactie. Ik heb nog de basic fucking tutorial aangedrukt. Je hebt ook met Beyoncé. Nee, deze kleine deur, daar ga je in. Ja,
Wat, ik ben allemaal dingen... Ja, loading. Waarom moet ik 35 seconden... Oh, Matt, je hebt 30 seconden om een deur te vinden. Je hebt 30 seconden, vriend. Ik ga een deur vinden. 29 seconden om een deur te vinden. Kom op. Ja, maar ik heb heel veel deuren gevonden. Kijk, hier heb ik er nog één. Hopsa. Nee, weer dicht. Ja, maar ik denk dat het niet zo open world is dat hij gewoon moet laden. Ja. Ja, daar gaan mensen in. Nee, niet. Die gaan er niet in. Jawel. Nee. Oh, ik kan het trapje niet eens op. Kom op. Het is gewoon open world. Ja, ik vind hem helemaal mooi. 10 seconden, bro. Kom op. Ja. Maar ik moet dan nog wel een deur vinden. Het ligt eraan waar ik spawn. Welke game ben je aan het doen? Ik denk dat je een huisje spant. Een handtekening. Hey, ik heb een handtekening op Duck, man. Waar span je? Je vrienden zullen jaloers zijn. Hé? Dus... Ja, hoe ga ik nou verder? De DC servers liggen er nu. Om weg te gaan. Snel weg. Nee, ik ga hem afsluiten. Laatste. Ik wil wel geld trouwens. Wanhoopspoging ga ik doen. Ik wil daarheen. Ja, dit is mijn game. Oh, daar ga je. Ik ga door de deur. Daar ga je. Wacht. Ja! Yeah! Hey! Ja, ben je 2,5. 2. 2,5. Ja, omdat die klopte. Vond ik zo netjes. Oh. Dit moet hem zijn. Wat ben jij dan? Welke game zit je? Welke game zit jij? Ja, ik heb nu geen game. Ja, rot op, waarom zit je dan zo te chillen? Hij is even aan het laden en nu is hij al klaar. Dat gaat wel snel trouwens. Hè. PUBG. Zit je in PUBG? Ja. Dat kan ik niet wel zeggen, want jij hebt het nooit eerder opgesteld. Je weet dat er deuren zijn. Er zijn deuren, ja. Maar hoeveel en waar zitten ze? Ja, waar zitten ze? Hoe kom ik erheen? En ik ben nu ook een game dat opstaat, daar word je bang van. Kijk, in de trailer, welk eerste game? Ding een deur. Kijk. Ik ben vergeten hoe het heet. Ja, kom op. Jij hebt deur. Mijn game nu, weet je nu ook. Ja, ik zal zo zeggen als ik het zie. Dan telt hij. Ja. Ik weet het echt niet meer. Ja? Oh, kijk eens wat een deur hier. Als dat in de cutscene zit, dan... Kom op, back. Back, Bob. Close, start. Ik ga winnen. Ik ga jullie inhalen. Nee. Ja, hier is ook een deur. Ja, bij de harbor. Is een ik zie een deur. Ik heb zo. Zo. Oh, Jeremy gaat 2-point hostage. Ik zie allemaal deuren. Als je er doorheen gaat. Ja, Tom, tief toch een eind op. PUBG. Die heeft hij net ook gespeeld. Nee, hij had een andere. Het is Surgeon Simulator. Ja, kom. Als je een ziekenhuis game stelt, mag de ander ook niet meer. Hé, pas op. Hij zit je lekker in queue. Dat is leuk. Wacht, ik weet iets anders. Ik denk dat dit een heel zwaar spel is, man. Ik weet iets anders. Sweetheart. Once you're married, you can buy a sweetheart cake from a mysterious salesman for your spouse. Ik ga winnen. To change how they address you. Kom op. Ga me niet nog eens een bullshit geven. Kijk, zeg maar, de endcredits krijg je van tevoren bij deze game. Ja. Deze game, wat duurt dit lang? Niet praten, Presley. Presley. Marco. Oh, jij speelt mijn timer Porsche, wil jij? Ja. Oh. Als die deur niet open gaat, die ziet er heel pixelig uit. Ik weet hoe dat spel werkt. Je kan niet door deuren, je wordt naar binnen getapeet. Normaal zit hier altijd een... Bro, dit is toch een deur? Daar is een deur. Ik zweer, daar is een deur. Ja. Ik ga erheen. Kijk, deze deur. Je is sowieso een deur. Nooit gedacht. Als ik niet 3,5, 2. Nooit gedacht dat ik zo blij zou zijn om door een deur te stappen. Wat een comeback, man. Ja, hè? Zo, maar die deuren ook. Maar ook helemaal nadat je eigenlijk die deur had waar je... Die gecanceld deur. Precies. Bizar. Als ik niet zo lang aan het chillen was. En zo zien we maar weer. Soms is het beter om deuren... Choke mezelf. Lekker. Soms is het beter om deuren gesloten te houden dan ze daadwerkelijk te openen. Dankjewel, man. Ik voel me echt gewoon top. En ik vind het ook fijn dat wij sinds het begin van deze aflevering ook eindelijk door één deur kunnen staan. Ook fijn. Thanks, man. Echt waar. Ik wilde ook een deurgrap maken, maar ze zijn allemaal gemaakt. Het is allemaal open deur in trap eigenlijk. Klopt. Ja. Je nog kunnen maken. Ja, gefeliciteerd, hè. Oh ja, thanks. Ik, serieus? Zo! Nee, niet met de... Au, zo! Fuck! Kunnen we stoppen? We kunnen stoppen. Jij wordt heel bedankt voor het kijken naar deze video op Legend of Gaming kanaal. Abonneer even als je het nog niet hebt gedaan. Wij zijn hopelijk binnenkort weer terug met de volgende challenge. Hier met de Xbox Game Pass Ultimate. Dit was de KPN Ultimate Speedtest. Jij wordt bedankt voor het kijken. Allemaal zwaaien even. Allemaal even zwaaien. Nee, doei hè. Maar hebben jullie ook een handtekening van Donald Duck? Nee. Die heb ik wel.